dus het start-finish terrein, zeg maar. Iedereen gaat daar van start dit jaar voor het eerst. En iedereen gaat hier ook finishen. Dus ouders, kinderen, alles, zeg maar. Alles zie je hier voorbij komen. Iedereen komt hier wel langs. Ja, je kunt als supporter kun je heel mooi met onze route meefietsen. Daar hebben we voor gezorgd. We hebben de route hebben we op posters staan, maar ook op folders. Daarnaast loopt de fietsroute gaat met bordjes gewoon langs het hele parcours. En we hebben nou ook bordjes bij alle hindernissen. Dus dan weet je ook gewoon gelijk op je plattegrond van nou, daar ben ik, bij deze hindernis ben ik. En dan komt mijn deelnemer komt hier aan, zo laat ongeveer. Nou, dan kun je heel makkelijk kun je dus van plek naar plek gaan en weet je ook waar je bent, waar de deelnemer kan wezen. Zaterdag 28 juli, dan vindt hier de Reesdal Funrun plaats. Jazeker, dan is het weer zover. Dat is onze 6e editie. En ja, we proberen dit jaar nog een grote feest van te maken als de afgelopen jaar alweer. Dus, vorig jaar zaten we rond de 800 deelnemers en daar waren we heel blij mee. Er was denk ik 2000 man publiek zo'n beetje op de been en dat vonden we echt super. Dus we hopen dit jaar dat het nog meer een succes wordt. Bij het begin, want hoeveel obstakels? We zijn nu ondertussen uitgegroeid tussen de 36 en de 40 obstakels. Officieel hebben we 36 staan, maar er zijn er eigenlijk meer. En dan de categorieën? Ja, we hebben dit jaar, omdat het ook de 6e editie is, ook 6 categorieën. We hebben nu een nieuwe klasse erbij gekomen, die hadden we vorig jaar nog niet. Dat was de oude kindklasse. Dat is vanaf 6 jaar tot 12 jaar. We hebben een gewone kinderklasse die individueel lopen, van 8 tot 12 jaar. En dan hebben we voor 12 plus hebben we een wedstrijdklasse. Een recreatieklasse, zeg maar, daar kun je gewoon alleen voor de leuk meedoen. En we hebben nog een groepenklasse, zeg maar. Iedereen wat, ja. Ja. Maar je begint te lopen. En wat kom je dan tegen? Nou, van alles. Je moet over hindernissen kruipen, door modderbakken heen. We gaan dwars over twee campings heen. We komen door een hele grote sloot. We hebben onderweg allemaal punten met drinkposten. We komen dwars door het Heuveltjes Bosbad heen. Er zijn allerlei hindernissen en uiteindelijk het spectaculairste is natuurlijk ons eindhindernis van 26 meter. Dus dat is wel echt een joekel van een ding en om naar te kijken is natuurlijk ook super. Voor de bezoekers, hier is echt van alles te doen. We hebben een DJ en een grote feesttent erbij. Een jacuzzi's waar mensen na die tijd in kunnen zitten. We hebben over allerlei dingen nagedacht. We hebben een soort kidsplace gemaakt, zeg maar, waar allerlei dingen zijn voor kinderen om te doen. We proberen eigenlijk op die manier de hele dag hier vermaakt te hebben. Ja, en daarnaast kun je natuurlijk kijken hoe iedereen hier losgaat op de hindernissen, binnenkomt, weggaat. Het is natuurlijk één groot feest op het terrein. We zijn al voor het eerst dat we ook 's morgens al starten met de wedstrijdlopers. En dat gaat rond een uur of 10 plaatsvinden. En zo gaat de hele dag gaat het gewoon door. En dat gaat ongeveer door tot een uur of 7 wachten dat de laatste binnenkomt. En vanaf dan is het ook gelijk een eindfeest erachteraan. Voor aanmelden, dan kun je bij ons op de website, gewoon als je op www.Reesdal Outdoor kijkt, dan staat ook wel aanmelden funrun, staat een rode link wel. Als je daarop klikt, kun je gewoon de categorie bij langers gaan, kun je gewoon via Ideal inschrijven. We hebben ook besloten als bestuur om dit jaar bij 1000 gewoon vol is vol te zeggen, dus we gaan ook niet meer door dan. En wij verwachten dat het toch gaat gebeuren, dus we gaan ook echt, nou ja, het is nou ook gewoon echt zo, bij 1000 dan is het gewoon klaar. Dus ik zal het maar, als ik iedereen was, snel opgeven, zeg maar. Krijg je shirt, krijg je erbij en ja, en natuurlijk een superleuke dag met echt wel heel hele leuke, haalbare, maar ook uitdagende hindernissen. Wat is er nou mooier dan lopen door het Reesdal? Ja, dat is natuurlijk een prachtig gebied. We hebben hier eigenlijk bijna alles. En als je kijkt hoeveel sponsors ook allemaal mee hebben gewerkt hieraan, dan is eigenlijk iedereen uit het Reesdalgebied en Balkbrug helpt ons om er een mooie run van te maken.